You cannot hope to build a better world without improving the individuals. To that end, each of us must work on our own improvement. Onderzoek naar ons menselijk brein, een van de grootste mysteries voor het wetenschappelijk onderzoek, was eigenlijk al heel snel een bewuste keuze. En dan als arts, als neuroloog, was er ook die frustratie. Ja, wat kan ik eigenlijk zeggen over bewustzijn bij iemand in coma? Nu, toen we met dat onderzoek begonnen, was eigenlijk het dogma dat ja, als je niet reageert op een externe prikkel, dan was je per definitie onbewust. Ik denk dat elke zorgverlener geconfronteerd met mensen die in coma zijn, heel goed weet hoe frustrerend het is. Wat is hier het niveau van bewustzijn? Wat is mijn diagnose? Maar ook wat is de kans op herstel, de prognose? En wat kan ik hier doen? Wat zijn mijn therapeutische mogelijkheden? Als onderzoeker ben je eigenlijk afhankelijk van je meetinstrument. Wat Galileo zo'n goed onderzoeker maakte, was dat hij ja, goede telescopen had. Onze telescopen nu voor het onderzoek van ons interne universum, dat zijn die hersenscans. En dan is het fantastisch om met het hele team, waarvan de helft ja, zorgverleners, artsen, psychologen, samen te werken met ingenieurs, informatici. En dus die twee samenbrengen, dat geeft vuurwerk. Dat maakt het mogelijk om zo'n complex probleem als een menselijk bewustzijn aan te pakken. Ik denk dat het een historische fout was dat we bewustzijn als alles of niks hebben beschouwd. Het is eigenlijk 50-20 grijs. Het is misschien beter alle kleuren van de regenboog. En dat hebben we met ons team aangetoond. Ook dat we bewustzijn in dit soort patiënten hebben onderschat. Na coma is er soms, vaker dan we denken, nog een zekere mentale activiteit. Nog een zekere activiteit in dat brein. En daar zijn we tegen de stroom ingegaan. Het zijn hele moeilijke onderwerpen, maar je mag nooit als wetenschapper jezelf autocensureren. Er kan geen onderwerp zijn dat je zelf als een taboe beschouwt. Ons brein is het orgaan dat het meest energie verbruikt van alle andere organen in ons lichaam. En dus kunnen we radioactief suiker, glucose inspuiten en met positronemissietomografie, een functionele hersenscan, dat energieverbruik in het menselijk brein in kaart brengen. Dat is voor ons een grote doorbraak geweest. Als je me vraagt, wat verwacht ik voor de toekomst? Dan is eigenlijk mijn eerlijk antwoord, ik weet het niet. Wat wel zeker is, is dat we afhangen van de technologische evolutie. Wat ik eigenlijk wil, is een toestel dat me precies met milliseconden accuraatheid een beeld geeft van die duizenden miljarden hersenverbindingen in het menselijk brein. Die hebben we nu nog niet. Met ons team blijven we heel hard werken om de huidige technologische kennis te vertalen naar een betere kliniek. Het is echt heel belangrijk om niet enkel mijn job te zien als ja, publiceren in toptijdschriften, Lancet, Science. Uiteindelijk doe je het om die levenskwaliteit van patiënten met een ernstige hersenbeschadiging te verbeteren. Daar draait het om.